Hallo dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Sorry, ik liet me even gaan. Vandaag gaat het over swag. Waarom ik dit heb, dat begrijp ik niet. Ik vind het... Vinden jullie het leuk staan? Het is wel swag-achtig. Dat is zeker waar. Dus, dan zie ik jullie na de intro. Hallo, ja, de intro is voorbij en dat vind ik leuk, dus we gaan gelijk beginnen. Nou, ik ben professor Rick en ik kan dat jou uitleggen. Oké, ik weet het niet, oké. Het wordt echt steeds gekker met mij. What the fuck, jongens. Hoezo dit? Hoezo dat? Hoezo zus? Hoezo zo? Dan zou ik nu uitleggen waarom iedereen niet weet waarom we allemaal swag willen hebben. Dat komt omdat iedereen gewoon swag heeft. Iedereen heeft zijn eigen swag. Het is gewoon je eigen ding. Kleding is iets. Het hoeft niet altijd modebewust te zijn of zo. Weet je wel? Oké. Boeien. Fuck iedereen, lekker kleding dragen wat je wil en je hebt sowieso swag, geloof mij maar. Sowieso de term swag, wat is het? Sorry hoor jongens. Ik kan ook gewoon zeggen, joh, grote vriend van mij, jij hebt leuke kleding aan. En dan zegt diegene, nou, dankjewel Arthur, dat vind ik hartstikke leuk natuurlijk, dat jij dat tegen mij zegt. Nou ga ik jullie even uitleggen hoe je swag krijgt. Je hebt swag. Ik lijk net op Justin Bieber. Ja jongens, ja god, ik moet wel het uit beeld houden zo. Ja jongens, ja. Dit is niet swag. Weet je waarom? Je wordt dronken van Radler 0.0. Dan ben je dus niet swag. Maar wat ik jullie gewoon even wil meegeven in deze video, dat je niet altijd hoeft te twijfelen welke kleren je aan hebt. Boeien wat je aantrekt. Niet bang zijn dat andere mensen het niet leuk vinden. Boeien. Het is jouw swag. En jouw swag is gewoon de shit. Oké? Dan ga ik nu aan de kijkers vragen, jullie dus, wat vinden jullie swag? Plaats in de reacties. Doe dan even die pompduimpjes omhoog. Die pompduimpjes, dat is wel echt heel erg netjes, Arthur, dat je dat zo zegt natuurlijk. Volg me op social media, op Twitter, staat in de beschrijving. En ik zeg, salut!